Nou, ik ga lekker starten. Gezellig dat jullie er weer zijn, dames en heren. Daar ben ik elke keer weer blij mee. Nou, jullie zien het al. Ik heb hier mijn telefoonboek klaar liggen. En daar ga ik zo meteen mee beginnen. Maar ik ga eerst starten met te vertellen wat ik allemaal gebruik vandaag. Dat is handiger, dan hoef ik het dadelijk niet elke keer te pakken. Nou, wat ik gebruik zijn deze twee rub-ons van Tim Holtz. Die gebruik ik dadelijk voor op de boeken. Maar dat zodra ik daarbij kom, dan leg ik het wel even uit. Dat is de TH93695 en de TH94047. Dus dat zijn twee verschillende rub-ons. Dan heb ik de stempelset CS215 Planted with Love van Elizabeth Craft Design. Dan heb ik hier de 1744 Planner Pocket for Tags and Toppers nummer 26. En dan heb ik hier de Phone Booth Special. Dat is natuurlijk de hoofdzaak van vandaag. En daar zit ook een stempelset bij. Dus deze zit ook altijd in de hoofdzakje bij elkaar. Dus die gebruik ik. Dan gebruik ik het Paint on Papier Natural. En het Paint on Papier Grey Green. En het Reminiscence boek, het eerste boek. Dus niet het tweede, maar het eerste boek. Dus dit leg ik even allemaal aan de kant, op de grond. Dan ligt het hier niet meer in de weg namelijk. Dus dat ga ik vandaag gebruiken. God, wat loopt hij lekker achter weer. Je merkt, ik probeer mee te kijken, ik moet af en toe klanten helpen. Dat is ook heel belangrijk, Olga. Waarom staat die tekst dan hier niet? Oké, raar. Nou, ik blader er even snel doorheen. Hoe ver ik al ben met mijn boek. Het is echt een telefoonboek aan het worden. Ik kan niet goed zien of jullie alles zien nu. Want het is behoorlijk wat vertraging. Maar ik denk dat ik wel in het midden ben. Ik heb het telefoonboek. Daar zitten geen foto's in. Heb ik eigenlijk alleen zo gemaakt zonder foto's. Dus met teksten, met leuke quotes. Nou, zover was ik leven volgens mij. Kijk, ik heb aan deze kant heb ik nog een telefooncel gemaakt. Ik heb altijd zo'n zakje met de restjes, omdat de buitenkant wil ik een andere kleur als de binnenkant. En dat is hiervoor ook. Zeg maar, dan heb ik een blauwe. En dan heb ik de deur, zeg maar. Heb ik dan over. Dus die doe ik gewoon in een zakje. En dan heb ik dan op deze pagina alvast een bladzijde gemaakt, zeg maar. Die nog niet klaar is, sowieso. En dan wil ik deze pagina's, omdat dit twee zijn die ook dezelfde kleur hebben, wil ik vandaag gaan gebruiken. Dus die haal ik er even uit. En je kunt natuurlijk deze telefooncel ook gewoon in je planner doen. Ik ben er nu een boek van aan het maken. Maar je kunt hem ook gewoon in je planner doen. Want daar past hij ook gewoon in. Even kijken. Sorry. Dus ik ga twee pagina's maken vandaag. En ik heb natuurlijk al het een en ander voorbereid. Ik ben er en ook nog bijna op tijd. Goedemiddag. Nee, je bent helemaal op tijd. Gewoon niet. Maar raar dat mijn tablet geeft je alleen maar zwaai zwaai aan en wie dat er is komen kijken. Maar verder is niemand. Niks. Kijken. Nee. Nee. Dus ik moet toch een beetje de computer in de gaten houden. Nou. Wat hebben we dan? Ik heb namelijk twee kanten gemaakt. Stapeltjes. Dus dat is voor deze kant. En dat is voor deze kant. Dus dan leg ik deze kant eerst even weg. Dat werkt makkelijker. Nou, de reinforcements liggen er nog in. Die zal ik ook nog hier even erbij leggen. Nou, dan gaan we eerst deze kant doen. Nou, voor deze kant heb ik dus binnenblad van de telefooncel ook uitgedraaid. Ook in dezelfde kleurtint. Daar hou ik van, hè, allemaal een beetje in dezelfde kleurtint te houden. Dan heb ik hierboven
raster gedaan. En dan kun je zien hoe mooi dat op paint on papier. Hoe mooi dat dat bij het boek Reminiscence boek. Ook bij het tweede boek trouwens. Past perfect bij. Even kijken. Dit had ik dan. Zo. Geloof ik. Bedacht. Nou, dit is een theezakje. Dat was gewoon een gekocht theezakje. Dus niet eentje waar al thee in zat. Die heb ik met, moet ik even opnoemen, de anti-clinner, de bundled sage. En een klein beetje vintage foto heb ik die gewoon nat gemaakt en toen uit elkaar geplukt. En dan heb je een beetje gerafeld theezakje. Dus die had ik eigenlijk ook hier gepland. Dit stukje komt weer uit hetzelfde papier. Dan kun je ook hier terugzien bij de volgende. Kijk, zie je? Ook een stukje. En die knip ik dan gewoon uit. Dat zijn al restjes papier. Maar er zit al net nog dit nummer in. En dat vind ik dan zonde om dat weg te gooien. Dus dat komt dan hierop. Had ik bedacht ongeveer. En dan ga ik hier de boekenplank op maken. Nou, en op die boekenplank heb ik dus die rubbons gebruikt. Love You, The Magic, Evidence, hier een nummer, Belief. En bij die rubbons zit ook een vel met witte rubbons. Original, Missing You en Found. En die passen precies op die boeken. Eén voor het fietsen en ander voor het wandelen. Ben je twee boeken aan het maken, één voor het fietsen en één voor het wandelen. Dat is ook leuk. Dus, nou, ik ga eens beginnen met de bovenkant vastplakken. Dit is altijd toch wel zeker. Dat zeker zo gaat worden. En dan ben ik natuurlijk vergeten om dubbelzijdige tape te gebruiken. Dus eigenlijk, ja, ik vergeet dat vaker hoor. Het enige wat ik niet meer vergeet is met reinforcements. Oh, ik ben vandaag een zeef. Ik kan niet meer op dingen komen. Slecht slapen vannacht dan. Beetje moe, denk ik. Zo. En dit is gewoon, ja, ik vind dit gewoon heel leuk om te doen, hè. Gewoon zonder foto's, gewoon iets leuks maken zonder foto's. Ik hou daar wel van. Sowieso ook omdat ik op dit moment niet zoveel foto's heb. Maar sowieso vind ik het toch wel heel leuk om te doen. Gewoon met plaatjes. Nou, die lijn die je hier tussendoor ziet komen, die droogt transparant op. Dus daar heb je geen last van. De telefoon, dat is een stempel. Die zit ook in diezelfde set. Dit maakt was opvouwen wel leuk. Ben je tussentijd was op het vouwen? Oké. Nou, mijn machine draait nou op het moment, dus. Nou, even kijken. Deze plak krok op. Dit is een dunne papier. Dat vind ik dan fijner om te gebruiken, sorry, dan het dikke papier, want dan wordt mijn bladzijde niet zo dik. Even kijken, wat vind ik wel leuker om hem niet op zijn kop te zetten. Kijk, en eventueel als je nou van deze pagina nog over hebt, dan kun je, als er hele cijfers of letters staan, kun je die ook nog uitknippen. Nou, ik bewaar alles. Ik bewaar echt alles. Dat zit bij mij allemaal in dit zakje. Allemaal restjes. En dat komt dan uit dat eerste boek. Want je kunt het vaak nog gebruiken hoor. Even kijken, dit had ik dan hier, hè? Ja. En dit is een stukje papier, zo'n soort. Kijken of het ticket is. Ik weet niet welk ticket het eigenlijk is. Ik kijk of ik er dadelijk aan de andere kant kan.
Heb ik ooit bij Essen gekocht. En dan zat hier een nietje doorheen. Dus dat is roestig geworden. Ja, en dat is, maakt het eigenlijk wel heel mooi. Buscode is een busticket, is het. Zo te zien. Passengers should not. Price remaining on cut site. This ticket is not. Ja, yeah, dit is een busset. Ticket is net zoiets als wat ze hier als strippenkaart hadden. Denk ik al. Nou, deze mag dan een beetje hier. Die heb ik een beetje dubbel gevouwen, hè, dat die niet zo heel erg strak ligt. Zo. Nou, dan wil ik deze hieronder hebben. Kijk, dan zit hier nog een stukje. Wel een stukje tape op. Het anders heb ik dan wel uitgetaped. Maar dit is niet helemaal. Nou, gezellig dat jullie er dan weer zijn hoor. Nou, dan zal ik even kijken. Want ik heb natuurlijk in twee kleuren heb ik die boeken standaard gemaakt. Even kijken. Zal ik dan in het groen doen of in het. Ik denk deze de onderkant. De standaard in ieder geval in het groen. Dan ga ik hem daar afknippen. Ongeveer gelijk met die cijfers. Zo. Even kijken. Nee, dan moet ik ook de groene hoekjes pakken. Dan maak ik hier standaardjes van. Waar de boeken tegenaan leunen. Tenminste aan die kant, aan de andere kant kijk ik nog even. Nou, dan ga ik zo de boeken een beetje tegenaan plakken. En weer een kleinere. Dan wissel ik, doe ik ook een beetje zo schuin, dat de boeken niet allemaal recht staan, hè? In de boekenkast. En die boeken die ik nu niet gebruik, die bewaar ik natuurlijk voor de volgende keer. Dit boek wil bewaard worden tot de volgende keer schijnbaar, want die wil niet los. Maar dat gaan we niet doen, we gaan toch gewoon mee. Even kijken, nog eentje kleintje denk ik en dan. Zo leggen, dat is misschien ook wel leuk. Kijk, als ik hem dan nu zo leg, de boeken zo op elkaar stapel, dat is ook wel leuk. Kijk, dan heb ik mijn boekenplankje. Had ik boekplank misschien iets langer moeten laten, maar had ik hier ook nog een standaardje tegenaan kunnen zetten. Dat kan ik nog wel, denk ik. Maar dan het standaardje naar beneden. Zo, dan doen we het standaardje gewoon hier naar beneden. Soms improviseren. Even kijken of dat ik wat mis. Nou. Zijn jullie zo aandachtig aan het kijken? Nou, kijk, deze boeken die bewaar ik, hè, dat is gewoon zonde. Dus die doe ik ook in datzelfde zakje van de telefooncel. Dan heb ik het altijd een beetje bij elkaar zitten. En dan wil ik hier nog iets. Hier had ik eigenlijk een horen.
gepland. Ik heb er 2 gemaakt. Ik denk dat de zwart het mooiste is. En dan een touwtje. Kijk, er zit nog een los touwtje in zelfs. Kijken waar ik dat naartoe zal gaan doen. Die heb ik dus 2 keer uitgestanst. Dat zien jullie wel, hè? 2 keer uitgestanst. Nou, het zwarte heb ik op het groene hoorntje geplakt. En het groene heb ik op het zwarte hoorntje geplakt. Nou, dat doe ik hier vast onder. Dan plak die ook meteen vast. Even kijken. Ik had er wel een idee mee, maar volgens mij is het dan dit kaartje hierop plakken. Ja. Hier, oh kijk, er zit ook al een stukje tape onder. Ben ik maar een beeld aan het werken, want... Nou, vroeger moest je ook altijd een kwartje in een telefooncel doen, hè? Dus vandaar 3 voor 25 cent. Hier mag je 3 keer bellen voor 25. Dan denk ik dat ik hem hier zo ergens vast niet. Hier. Kijken hoe ver ik kom. Dat lukt net. Kijk. Nou. Hoppa. Die vind ik wel erg leuk. Marga, heb jij toevallig het nummer van die boekenstand? Die boekenstand zit in de set van de phonebooth. Ik zal hem nog even erbij pakken. Ik zal heel even de set laten zien. Nou, dit is de stempel die erbij past, zeg maar. Stempel die er bij de phonebooth past. Daarom heb ik hem erbij. Kijk, dit is de hele set. Dus dit. Dit. En dan deze. Het is 1 set. Dat is de phonebooth set. En daar zit die boekenstand zit daarbij. Dus. En dat is de phonebooth special. Dan zit ik alleen dat ik daar aan die kant nog wat mis. Hier mag hij nog wel vast plakken. Heb ik nog iets reserve? Nee. Heb ik daar nog iets van over? Nee, denk ik ook niet. Wat ik kan doen is even... een stempeltje kan vinden wat ik erbij wil plakken. Hij mag hier nog vast. Net. Kijk, met deze. Ik had nog papier hier liggen, dus ik hoop dat het nog groot genoeg is om een stempeltje te maken. Even kijken, met welk stickerpapier stempel stond je de telefoon? Dat is dubbelzijdige tape van Elizabeth Craft Design. En die plak ik gewoon onder het andere papier, zeg maar. Dus
Oh, was hij nou nog niet rood? Nee, is niet rood genoeg. Kijk, ik heb nog een stukje meer op liggen. Ja. Even kijken, heb ik hier nog? Ja, daar heb ik hier. Ik heb hier, hier heb ik ook nog zo'n. Kijk, dit pak ik dan onder een onderkant voor de extans. Plak ik dan een stukje dubbelzijdige tape. En dan plak ik onder het papier. Zo. En ik zal zo even de rol laten zien. Want ik heb verschillende maten rollen. Even kijken, dan moet ik even kijken waar hij komt. Typisch maak ik hier high van. Zo hebben. Die zet ik dan hier in het midden. Ik zal bij, als ik ook op YouTube zet, zal ik even alle artikelen erbij zetten. Ik heb hier even een greep uit mijn mandje. Er zijn echt heel veel verschillende maten van de tape. Ik heb ook nog A4 vellen en ik heb nog dunnere. Dus er zijn echt ontzettend veel verschillende maten. Kijk, nu zie ik dat jullie ook zien. Dus dat is de tape. Er zit de hele tijd een pop-up net in de reacties. Hoe heet deze stempel? Ja, ik heb het nummer niet op die stempel gezet. Dus dat durf ik zo uit mijn hoofd niet te zeggen. Hoe dat nummer heet van die stempel. Dat ga ik opzoeken. Maar dat durf ik niet te zeggen. Die heb ik gewoon bij, omdat die bij die set hoorde, heb ik die eigenlijk bij die set in de map gedaan. Zodat ze weten wat een beetje bij elkaar past. Maar het nummer weet ik zo niet uit mijn hoofd. Ik zeg al, ik zal alle artikelen zover ik ze kan vinden. Bij Meloes zal ik erbij doen. De winkel is nu wel gesloten, maar ja, dat weten jullie denk ik allemaal al. Hè? Jullie hebben allemaal denk ik al de nieuwsbrief gehad. Kijk, hier nog haai doe. Dat is toch hartstikke leuk. Zie je? Dat miste ik nog. Nou, ik ben nog maar nog niet halverwege, bijna halverwege hoor, dus ben niet te laat. Het is een beetje dat je dat koord van de hoorn vastplakt. Zo, even aandoen. Deze hoorn gaat ook weer in dat zakje, dus die heb ik nu niet meer nodig. Zo. Kijk, dan is deze kant klaar. Dan gaan we naar de andere kant. Aan de andere kant had ik wat meer dingen klaargelegd. Dan had ik de draaischijf. En de draaischijf heb ik eigenlijk al een paar keer verkeerd gedaan. Ik zal hem ook laten zien wat ik verkeerd gedaan heb. Even kijken, waar heb ik die? En elke keer dacht ik van iets is er niet goed. Toen ben ik eens gaan kijken, dit flapje heb ik elke keer zo gelaten. Maar dat moet natuurlijk zo, want je vinger kwam elke keer tegen dat hendeltje aan, zeg maar. Dus even deze keer heb ik er goed op gelet en heb ik hem goed gedaan. Ja, als jullie zien hoe ik hier zit te kijken, ik zit op twee verschillende dingen te kijken. Bij de een krijg ik het beeld heel goed en bij de ander krijg ik de reacties heel goed. Nou, dan heb ik nog een telefoon uitgestampt, ook met dubbelzijdige tape. En die gaat in het midden. Van deze. Nou, een beetje recht houden. Zo. Dan heb ik hier reinforcement telefoons. En er zit altijd zo'n rondje in natuurlijk. Dat heb je niet nodig. En wat doe ik daarmee? Die zet ik hier op. Vind ik gewoon leuk. Gewoon als soort draaischijf, zeg maar. Dus dat kun je zelf ook maken.
Nou, dan had ik Girl Talk. Ik had hier ook nog een telefoon. Dit komt hierboven. En nu met een dichte frame erin. Ik had het meisje. Telefoon weer. Nou, die letters had ik ook weer klein gevonden. Heb ik ook gemat op dat paint-on papier. Net als dat ik bij de vorige had gedaan. Ook mat. Dit komt uit dezelfde stempelset. En ik heb een tag. Nou, die komt dan uit een andere set. Die heb ik straks opgenoemd. Dus ik ga weer gewoon van voren van beginnen. Ja, die telefoon is gewoon leuk. Hij is gewoon heel leuk. En ik zeg, je kunt hem gewoon, hij past gewoon in de planner. Maar je kunt ook gewoon, dat ik een telefoonboek van maak. Ik vind het ook wel leuk klinken, telefoonboek. Zo. En je kunt ook alles gewoon combineren, hè? Dit is namelijk van de laatste set van Esther. Het meisje. Nou, die Girl Talk en die. Nee, die Girl Talk niet, maar die 15 cent ook. En hier die. 3x25 ook. Dus ik probeer ook wel een beetje met de andere lijnen te combineren. Vandaag wilde ik eigenlijk voornamelijk de telefoonbootset laten zien, maar. Zo. Kijk, dan heb je al twee verschillende manieren, hè, hoe je dat kunt doen. Nou, hier gaat dus ook de telefoon op. Nou, daar heb ik hetzelfde gedaan als met die zwarte. Daar heb ik ook die trontje van de reinforcements erop geplakt. Een beetje kijken of ik het in het midden heb. Ja. Oké, ja, goed zo, Dineke. Ja, dat kan best zijn. CS 195, ik geloof je meteen. Want ik weet het echt niet zo. Even kijken, dan had ik hier een label. Maar dat label wil ik eerst gaan bewerken. Daar had ik deze leuke stencils voor gepakt. En ik denk dat dit wel leuk is om erop te doen. Moet ik alleen even een stukje keukenpapier pakken, want ik wil mijn mooie ondergrond niet ook vol kleuren. En dan een zwarte black suit van Distress. Dit vind ik genoeg. Dit gaat lekker op de grond. Voor straks. Hoppa. Nou, dit mag hierop. Hij loopt wel erg traag, zie ik. Een slokje drinken pakken tussendoor. Even kijken of dit groot genoeg is. Dan denk ik net niet. Of net wel. Er lag nog een restje, maar
Nee. Nee, dat is eerlijk. Pak een dikker. Even kijken, nu nog het begin zoeken. Dat is een nieuwe. Die is lekker. Je zou zeggen dat het makkelijk moet zijn, toch? Maar hier. Kijk. Je moet hem niet zo snel opgeven. Nou, heel klein stukje eraf. Zo, papa. Even kijken, wat hadden we dan hier bedacht? Nou, in ieder geval dat label. De telefoon. Het meisje. Wacht even, misschien beter. Wat had ik eigenlijk bedacht om dat op die cijfers te zetten? Nou. Dat is niet helemaal leeg zoals ik wil, maar een beetje om mezelf een idee te geven. Girl talk. En ik had hier, oh wacht, hier had ik nog iets, daar wil ik eronder hebben. Wat leuk. Zo. Dat is even mooi vast niet. Ik werk heel graag met nietjes, maar dat hadden jullie wel inmiddels gezien, hè? Ontdekt. Nou, dan mag er best een stukje vanaf. Zo groot hoeft niet. Ook. Zal ik dit net andersom doen en dit hierboven doen? Dat kan ook. Even kijken hoor. Dat is misschien ook wel leuk. Deze kan niet heel veel verder naar beneden. Want dan zitten die reinforcements staan in de weg. Zijn jullie er nog? Want ik zie eigenlijk helemaal geen nieuwe reacties meer. Zijn jullie nog allemaal aanwezig? Ik zie helemaal niks meer. Ja, ik zie hartjes komen. Ja. Oké. Ik dacht al, het werkt niet helemaal zoals het moet werken volgens mij. Ik denk dat ik dit leuker vind. Dus dan gaan we het zo doen. Even kijken, deze eerst. En dan moet ik die daar ongeveer plakken. Kijk, daar komen ze. Zijn jullie allemaal druk aan het kijken? Oké. Ja, ik denk het is, mijn beeld stond vast. Dus dat, ik heb het al 20 keer ververs volgens mij, maar... In deze live, maar ik kreeg nu in één keer ook geen reactie. Ik denk, hoe, nou gaat het helemaal fout. Even kijken. Zo. Die daar. Ja. Oh kijk, hier heb ik dus wel weer dubbelzijdig tape op zitten. Heel consequent ben ik, hè. Nou, dit heb ik dus ook op het paint on papier gestempeld. Want dat vind ik dan wel leuk om het in dezelfde kleurtint te houden. Ik hou er sowieso van om alles in dezelfde kleurtint ja, te blijven, zeg maar.
Dat is ook weer verschillend voor iedereen natuurlijk. Dat is echt mijn ding. En deze wist ik dat ik die ook in de tape gezet had. Die moet ik wel een beetje recht halen, want ik vind wel dat het een beetje een rechte telefooncel moet zijn. Of een telefoondraaischijf, zo moet ik zeggen. Ik moest hem ook echt opzoeken op internet, horen gisteren ook weer, van hoe moesten die cijfers ook weer. Die cijfers zitten ook in diezelfde set, maar ik dacht, begint het dan met een 0 of begint het dan met een 1? Ik heb er toch genoeg mee gebeld nog, want ik heb toch wel die leeftijd dat ik daar nog wel herken. Het meisje is op het Paint on Natural gestempeld, Anita. Ik heb van de week zelfs een hele bak reinforcements zitten maken, alleen al van de Paint on Natural. Ik had een bak over, omdat ik daar eerst mijn distress inkt in had zitten. En ik had twee nieuwe bakken gekocht en heb ik helemaal nieuwe bakken gemaakt. Dus die heb ik die andere helemaal uitgespoeld. En toen dacht ik, hé, dat is een mooi bak om reinforcements in te doen. Toen heb ik alle reinforcements heb ik een paar keer uitgestanst. Met dat Paint on Natural. En dat wil ik ook met groene gaan doen en dat wil ik ook nog met zwart gaan doen. Maar ik kan die amethystijk nog steeds niet gevonden krijgen. Ik weet niet of jullie die wel inmiddels gevonden hebben, maar ik kan ze maar niet gevonden krijgen. Op de een of andere manier willen die niet bij mij terechtkomen, denk ik. Kant leggen. Nou, eens even kijken. Zit ik nog in beeld? Ja, ik zit nog in beeld, hè. Nou, dan heb ik natuurlijk een hele hoop telefooncels uitgedraaid. Reinforcements. Die vind ik er dan ook wel weer leuk bij. Die zitten ook gewoon in dezelfde set. Dus goed, dus moet ik er 10 hebben. Ja. Die amethystijd zoek jij ook gevonden, ja, die, als we die toch eens konden vinden en dan zit ik toch de hele dag thuis. Ja, ik doe dan wel mantelzorg, en dat is af en toe ook best wel wat werk, dan moet ik straks nog voor het pad, maar ik werk niet, dus ja, dan zou je zeggen dat je tijd genoeg hebt, hè? Maar ik kom ook nog steeds tijd kort. En ik heb ook zoveel ideeën, ik kan nog wel doen. Maar dat zal bij meerdere van jullie wel herkenbaar zijn, denk ik. Ja, de papieren heb ik bij Doerd ingekocht. Die hebben ook nog het Paint on Denim, het Paint on Zwart. Er zijn verschillende kleuren van. Ik zal de linken er straks allemaal bij zetten als ik er vandaag nog aan toe kom. Want ik zeg al, ik moet straks nog even voor mijn moeder op pad. Maar de winkel is op dit moment niet open, ook niet de webwinkel, want ze zijn aan het een nieuw systeem aan het bouwen. Dus het is geloof ik tot en met donderdag is het dicht. Maar na donderdag dan kunnen jullie weer met een hartelust kopen en bestellen. En dan is de voorraad daar ook helemaal compleet. Want die was nu niet helemaal compleet. Want dat is een aparte webshop met een aparte winkel. En dadelijk is alles één. Dan is dat veel handiger. Kijken. Wat gebeurt hier nu weer? Ja. Even kijken zo. Dus we moeten even een paar dagen geduld hebben. Ik heb nog een leuke cadeaubon liggen gekregen van moederdag. Dus
Maar goed, ik denk dat we allemaal nog wel even vooruit kunnen met onze spulletjes, toch? Dat we die paar dagen geduld nog wel even hebben, toch? Ik mis nog iets op die andere bladzijde. Ik ben in de tussentijd aan het verzinnen wat ik daar nog mee zal doen. Maar ik mis daar nog iets. Nee, iemand die emmertjes tijd uitvindt, is binnen no time miljonair. Ja, dat denk ik ook, ja. Dat denk ik ook. Sommige mensen hebben wel zoiets van, jammer, ik verveel mijn eigen ding. Nou, dat woord moet ik echt op gaan zoeken in het woordenboek. Dat gebeurt mij bijna maar zelden, dat ik mijn eigen verveel. Het is leuk, hè? Die kleine telefoontjes erbij hier. Vrachtwagen staat voor de deur geparkeerd, maar hebben ze je geblokkeerd, Miranda? Zo. Nou, degene die mij kent, en jullie kennen mij wel van langs van mijn hand, toch? Die weten dat ik mijn kleine rondjes toch alweer erbij heb, hè? Die gebruik ik 90% van de tijd gebruik ik die. Nou, die heb ik dan ook weer in dat groen gedaan. Ik blijf gewoon echt in diezelfde kleurtinten. Nee, dat ken ik niet. Ken je dat niet? Is dat niet gezien bij mij nog niet dat ik dat altijd doe? Of gaat het ergens anders over de kant? Ja, bij mij roept de mantel zo zodra je klaar bent, Miranda. Dus, dat moet ik echt niet vergeten. Meestal heb ik na de live geen afspraken, maar nu heb ik echt, dan moet ik daar toch echt langs de apotheek. Nou, ik heb het in mijn agenda staan, dus mijn agenda gaat als goed is, heeft hij een alarmpje. Ja, maar goed dat we het nog kunnen, hè, mantelzorgen. Soms wel een beetje druk, maar... Het is ook nog een teken dat je ouders er zijn nog, dus dat is dan wel weer een goed teken, toch? Even kijken... Even kijken. Nou, ik blijf nog steeds hier iets missen. Ik ga even mijn bak erbij pakken met mijn bloemetjes en zo. Misschien dat daar nog wel iets bij staat. Dus ik één ogenblik. Even kijken. Of er iets bij zit of een kaartje. Oh wacht, ik kan beter een ander pakken bij pakken met de tekst, denk ik. Even kijken of er hier iets in zit. Eens even kijken. Dit zijn allemaal de kaarten. Oh, dit zijn die tekstjes. Die zijn wel leuk. Dit is allemaal uitgeknipt uit het nieuwe Reminiscence boek. Het Reminiscence boek 2. Dus heb ik hier een heel hoop leuke tekstjes. Omdat deze net te groot zijn. Ja, die vind ik er te groot voor. Dat is wel een idee. Even kijken of we hier iets leuks kunnen vinden. Dat is een hele kleine tekst. Reading this might be useless. En die heb ik allemaal uitgeknipt. Dit ook niet.
Cheers, my dears. Happy thoughts. As close to this rainbow. Even kijken. Good vibes. Is ook wel leuk. You are amazing. You are so cute. Fun. Fact. Nou, weet je, deze vind ik wel fact. Leuk. Nou, deze weer terug. Zo. Ik miste daar nog iets en dan wil ik dat toch hebben. Kijk, ik heb er een heel kleine kaart staan. Ik heb toch nog tijd over. Kijk of dat ik dat. Ik zit niet zo goed zo. Nou, dus even gokken. Nou, is niet verkeerd gegokt. Maak ik even het randje een beetje bruin met distress inkt. Kijk, dan hier ook nog eentje doen en dan ook nog een touwtje erheen. Dan had ik net een kleine touwtje natuurlijk. En waar heb ik dat kleine touwtje? Dat past hier wel net in. Nou, kom. Dan doet hij niet waar ik wil natuurlijk. Hè? Dit is ook een dunnere papier, dus moet ik een beetje voorzichtig zijn dat ik het niet kapot trek. Zo. Kijk, ja. Nou, die plak ik er ook even op. Dat was net nog in het midden dat ik dacht van dat mis ik nog iets. Nou vind ik hem eigenlijk wel goed. Even kijken wat jullie ervan vinden. Even kijken of het nog. Wat zijn dat voor boeken? Dit zijn boeken die zitten, die stand zit in de, ook in de telefoonboot set. Ik zal hem nog een keer laten zien. Even een stukje plakje drinken. Even kijken, dan had ik de set net hier. De phoneboot special. En er zit gewoon die stand met die boeken zit daarbij. En dat is deze stand. En die heb ik dus twee keer twee verschillende soorten papier uitgestanst. En ik heb dat met Tim Holtz rubbons, heb ik dat, die teksten erop gezet. Je hebt ook van die kleine stickerboekjes. Even kijken of ik het nog zo snel kan laten zien. Ja, die heb ik hier ook nog wel eentje liggen. Kleine stickerboekjes en er zit vaak aan de achterkant. Vaak. Zit daar hele kleine teksten in. En daar kun je ook gewoon een stuk tussenuit knippen. Bijvoorbeeld hier het, even kijken. Taken Away. Dat zou een titel van een boek kunnen zijn. Let It Go zou een titel van een boek kunnen zijn. Today is the Day zou een titel kunnen zijn. Dus ja, ik heb het met rubbons gedaan. Maar je zou het ook met die stickerboekjes kunnen doen. Alleen met die stickerboekjes. Dan krijg je er ook echt stickers op, zeg maar. Dan, ja, dit is echt een tekst die je erop wrijft. Dus ik heb vorige keer heb ik het met stickerboek gedaan. Ik weet niet of hij hierin zit. Ja, kijk. Hier heb ik het met dat stickerboekje gedaan. Kijk, zie je dat verschil? Toen had ik die rubbons nog niet. Maar dan krijg je dus dit. Boekendeelt. Oké, waar je de kaart zet. Oké, even kijken. Wat zijn dat voor boeken?
Ik ga ze even allebei erbij pakken. Even kijken, dit is de nummer 2. Hoe goed dat ik hier de kamer heb, ik alles bij de hand heb. Hè? Dit is het reminiscent boek 1. En dit is het reminiscent boek 2. Nou, en daar zitten al die leuke vellen in. Maar er zitten in dit bijvoorbeeld ook dit soort dingen. Dus zoals in 1. En in de 2, maar daar heb ik natuurlijk bijna al die kleine tags en zo uitgeknipt. Ja, kijk hier, deze tags kun je daar ook uitknippen. Maar hier heb ik alle kleintjes allemaal al uitgeknipt. Volgens mij, ja. Maar dat zijn de boeken dus waar... die ik gebruik hiervoor. Ik heb nu het eerste boek gebruikt. Nou, deze mogen weer hierin. Even kijken, die zaten al hierin. Goed is. Ja, dan heb ik nog kleine ringetjes erin zitten. Volgens mij moet ik binnenkort wat grotere ringen erin gaan zetten, want hij wordt steeds dikker. Even kijken. Ik denk dat het nu al een beetje te dik begint te worden, maar deze moet er ook nog doorheen. Nu ben ik echt aan het handelsen, volgens mij. Zo, zo. Kijk, dan heb ik weer 2 pagina's af in mijn telefoonboek. Zo noem ik hem ook, mijn telefoonboek. Dus dan heb ik weer geen foto's gebruikt. Even kijken. Ja, is leuk, hè? Ja, ik vind hem ook heel erg leuk. Leuk geworden. Zijn er nog vragen? Ik ververs even mijn pagina, zodat ik een beetje weer up-to-date ben. Als er vragen zijn, stel ze gerust, hè? Morgenavond ben ik er trouwens ook. Dan ben ik in de Elizabeth Craft Design pagina. Dus dan wel in het Engels, maar in mijn gebrekkig Engels, zal ik dat zo zeggen. Maar dan ben ik er ook om 8 uur. Dus als jullie zin hebben morgenavond. Nou, ik vind het gezellig als jullie morgenavond ook even komen kijken. Ja, morgen bij ECD. Gezellig, Hans. Ik zie geen vragen meer. Nee? Nou, dan zou ik zeggen tot hopelijk morgen en anders tot de volgende keer. Goedjes, doei doei!